Michel Nihoul wil een schadevergoeding van voormalig minister van Justitie Verwilgen, van Regina Louf en van verschillende journalisten. Nihoul beschuldigt hen van eeroof en hij start daarvoor binnen 2 weken een rechtszaak. Nihoul verwijt Mark Verwilgen enkele uitspraken die de voorzitter van de commissie Dutroux over hem deed in zijn boek Achter de schermen van de zaak Dutroux. In totaal eist hij 250.000 euro schadevergoeding.